Hoor je welkom bij een nieuwe video. Abonneer je zeker even op het kanaal van Kim. Hoeveel langer je dan bent voor hem. Volgens mij elke keer dat ik jou zie ben je net 1, 2 centimeter lang. En ik zou zeggen, wil je meer zien? Abonneer dan op het kanaal van Kim. Ja, daar gaat het dan. Subscribe to the YouTube channel and be a best. Hoi, welkom bij een nieuwe video. In deze video ben ik in de Westfield Mall of the Netherlands. Want hier zo is vandaag de première van de Super Mario Bros. Movie. Ik ben erbij, ik ben helemaal in de peach kleuren. Zelfs van Colbertje tot aan de schoenen zijn roze. Ik heb er in ieder geval vandaag heel veel zin in. En ik ga vandaag natuurlijk de stemacteurs voor jullie interviewen. En ik ga ook de film nog kijken, dus ik hoop dat die leuk is. Nou ja, Mario is natuurlijk sowieso al geweldig. Maar laten we dan nu naar de rode loper gaan. Jij mag vandaag de presentatie doen van Mario. Heb je er een beetje zin in? Jazeker. En volgens mij het publiek ook. Ik zag net al beneden echt onwijs veel mensen. Dus het wordt een drukte van je welste. Ja, ik heb echt het gevoel, iedereen wil deze film zien. Er hangt een buzz rondom Super Mario. En ik denk, omdat het van een vorige generatie is, daarvoor nog en de volgende. Dus het is gewoon een heel breed spectrum van mensen die deze film willen zien. En heb je zelf vroeger ook veel Mario games gespeeld? Zeker, ik was groot fan van Super Mario Kart. Ik speelde alles op de Nintendo 64. En als je dan zo'n karakter in de game mocht kiezen, wie koos jij altijd? Ja, dat was toch wel vaak Toad. Ik had een zwak voor Toad. En Yoshi. Ik koos nooit Mario, ik koos nooit Luigi. Dat betekent niet dat ik ze niet vet vind, maar ik weet niet, ik koos ze gewoon niet. En als jij... Jij? Ja, Peach natuurlijk. Altijd Peach. Ja, weet ik. Ik ben heel saai af en toe. Maar weet je, prinsessen zijn gewoon geweldig. Dus ja, daarom ben ik ook vandaag in het roze. Helemaal tot schoenen aan toe. Ja, je hebt je styling goed laten doen. Wie heb je? Mezelf. Dat is nog beter. Laatste vraag. Als jij in het echte leven een Mario Kart power-up zou mogen gebruiken, welke zou dit zijn? En ik heb een lijstje als je even denkt, oh, ik weet niet welke het allemaal zijn. Ik denk het vraagteken. Oh nee, die rode drie schildpadjes. Ja, die ja. 100%. Waarom die? Nou, die waren doelgericht. Zou iedereen gewoon zo tik, tik, tik? Ja, maar dan drie. Gewoon, die groene moest je echt mikken. En die rode was gewoon een beetje mikken en je komt wel in de buurt van raken. En dan was hij uitgeschakeld. Gewoon mensen pesten eigenlijk. Ja, maar dat is het hele spelletje, toch? Maar in het echte leven, hè? Ben ik niet zo. Nee. Dat zou ik natuurlijk niet durven. Nee, zo ben ik niet. Nee, geloof je niet? Jawel. Wie zou jij willen zijn? Dus Peach, maar wat vind je dan de leukste eigenschap van Peach? Wat ik in ieder geval van de trailer had begrepen, is dat ze in deze film best wel een soort powervrouw is. Dus powervrouw. Ja, ik kom niet echt lekker uit mijn woorden vandaag. Powervrouw. Lange dag geweest. Maar ze ziet er gewoon heel stoer uit. En ik denk dat dat wel heel erg gaaf is, omdat als zij dat bij haar karakter heeft, zeg maar. Oh ja. Ja, dat is wel cool. Als Peach zo'n beetje als powervrouw wordt, het is een lastig woord, sorry. Ja, ik snap nu wat je zei. Ja. Als ze daarin wordt neergezet, ja, dan is dat wel toch mooi. Hè? Zo'n Peach gewoon als powervrouw, bam, staat. Als jullie een spel mochten kiezen, welke is jullie favoriet? Mario Kart. Super Mario Galaxy. Zo kort en krachtig. En als jullie in dat spel iemand mochten kiezen, een karakter, welke kozen jullie altijd? Yoshi. En waarom? Ik vind hem gewoon schattig. Hij is gewoon, ja, ik kan er niet meer van maken. En Toad vind ik ook super schattig. Bij Galaxy kan je sowieso maar één iemand zijn. Dus, tenzij al die power-ups hebt en zo. Dus ik ga ook wel even Mario Kart karakter kiezen. En dan ben ik Toad, want Toad zit echt in mijn hart. En als jullie dan een power-up van Mario Kart in het echte leven zouden mogen gebruiken, welke zou dit zijn? Ik heb een lijstje als jullie ze allemaal even niet meer weten. Ligt eraan, heb je die voor altijd? Je mag ze één keer gebruiken. Je mag hem één keer gebruiken. Ik heb hier het lijstje trouwens. Dan kies ik voor de Boo. Want dan wil ik onzichtbaar worden. En dan kijken wat voor shit mensen over mij praten. Nee. Oeh. Dat kan niet maken. Ik wil de 8, want dan heb ik alles in één. Dat is echt een super slim antwoord. Alles één keertje heb je dan, hè? Dan heb je wel maar wel 8 dingen. Dus. Ik heb gehoord dat jullie de stemacteur zijn. Wie spreken jullie allemaal in? Ik ben Luigi. Ik ben Bowser. Donkey Kong. Kamek. En Mario. Ik moest eventje. En ze hebben natuurlijk allemaal hun eigen karaktertjes. Iedereen is weer een beetje anders. Past het karakter van jullie rol ook een beetje bij die van jullie zelf? Zeker. Ik ben niet Italiaans van afkomst, maar het past heel erg qua temperament past het heel erg bij mij. Maar ik mag het niet hopen, want het is de hele grote enge schurk van de film. En ik hoop dat ik leuker ben dan de hele tijd. Hou je mond, Thijs.
Nee, het is heerlijk om te doen. Dus nee, maar ik ben niet zoals Bowser, maar ik kan hem wel goed nadoen. Donkey Kong, heel jong, heel energiek. Echt een match. Nou ja, de stem is jeugdiger dan dat ik eigenlijk gewoon zelf ben. Maar karakter, ja, ach. Het is wel een beetje een spring in het veld. En daar hou ik wel van. Oude gorilla van me. Ja. Ja, en ik ben Kamek, zijn sidekick. En die is een beetje bang voor hem. Dus nee, ik ben toch bij, in het echt is dat anders. Dus toch een heel ander karakter dan ik in het echt heb. Nou, ik ben minstens net zo dol op pizza als Mario. Oeh. Maar mijn loodgieter skills. Kan je toch beter de Mario Bros. Bellen, denk ik hoor, eerder. Toch? Ja. En een van de meest geliefde Mario games is natuurlijk Mario Kart. Daar krijg je allemaal power-ups in natuurlijk. Als jullie, als jezelf, een power-up zouden mogen kiezen van Mario Kart en die in het echte leven voor één keer zouden mogen gebruiken, welke zou dit zijn en waarom? Als jullie de power-ups allemaal niet meer weten, heb ik ook nog even een lijstje. Oh jee. Ja, ja. Nou, daar vaak. Wie eerst? Die. Ik doe die 8, want dan krijgen ze namelijk volgens mij allemaal, toch? Ja, je kan ze wel allemaal maar één keer gebruiken, maar je hebt ze wel allemaal. Die drie balletjes. Ja, die drie balletjes. Met hem mee. Als je ze allemaal kunt gebruiken, want ik moet hem toch verslaan in de film, dus doe mij dat dan ook maar. Dan wil ik ook een sterretje erbij, want dan... Mag er maar één kiezen. Oké, de 8. In de 8 zit ook de ster. Ik doe een banaan, wat is dat? Wat betekent dat? Als je die op de baan gooit, dan gaat iemand ronddraaien. Dat vind ik leuk. Dat vind ik wel leuk. En welke zou... Precies. En welke zou jij nog kiezen? Nou, niet de paddenstoel, we hebben een groot zat. Ja, dan ga ik toch voor vuur. Voor de vuurbloem. En waarom die? Omdat die het meest tof lijkt. Ja, weet je, kijk. Rood schild, banaan is allemaal voor nest, die dingen. En vuur is gewoon, oh shit, mijn gasfornuis. Boem, aan. Volgens mij spreek jij ook een stemmetje in deze film. Nou, bij deze jammer genoeg niet. Maar ik heb natuurlijk in het verleden heel veel voice-overs gedaan. Heel veel dingen voor Disney Universe heb ik heel veel voice-overs gedaan. Natuurlijk ook de stem van Zep. Maar dit stond wel op mijn bucketlijst. Dus waarschijnlijk met het volgende deel. Jongens, ik zorg dat ik erin sta. Nee, maar super gaaf, man. Ik ben opgegroeid met Super Mario. Dus het is super gaaf dat je op zo'n moment zo'n film gaat meemaken. Weet je, ja, mijn stiefzoontje die is helemaal fan. Die zegt, Fernando, gaan we naar deze film? Ik zeg, oké. We gaan naar die film. Superleuk. Dus ja, ik heb er echt zin in. En je zegt ook dat je Mario erg leuk vindt vroeger. Ja. Als jij, wat is dan zeg maar je favoriete game dat je gespeeld hebt van Mario? Nou ja, ik begon op Super met Mario toen het zeg maar op de 8-bit Nintendo kon zo. Dus zeg maar echt met al die blokjes en die kleine dingetjes, daar begon ik mee. Met ook met Duck Hunt en Mario, dan kreeg je zeg maar Mario en zeg maar Duck Hunt. Dus daar ben ik mee opgegroeid. Toen heb ik op een gegeven moment de Super Nintendo. Mijn buurjongen Milton, die had de Super Nintendo, gingen we daarmee verder spelen. Dus ik heb die hele evolutie dus meegemaakt. Dus voor mij is het echt zeg maar gewoon nostalgie eigenlijk. En welke game vond je dan het leukste? Want je hebt heel veel verschillende. Ja. Super Mario Brothers. Ja, op de Super Nintendo. Ja. En als je, want in het Mario game zijn er heel veel verschillende karakters. Ja. Wie was dan echt je favoriet? Sowieso Mario. Met Mario Kart is altijd Mario. Ja, het zit nog steeds helemaal in mijn brein. Dus, en hij is ook helemaal weg van Mario. Ik zie het. Hij heeft heel schattig een shirtje met Super Mario aan. Powered by Super Mario. Damon, de superstar. En als jij van Mario Kart een power-up zou mogen kiezen die je in het echte leven zou gebruiken, ja, welke zou dit dan zijn? Een power-up, dat is een goede vraag. Ik heb een lijstje als ze ze allemaal niet meer weten. Geef me een lijstje. De power-up die ik in real life zou gebruiken, oké. Ik ga wel. De power-up met vuurbal. En waarom? Nou, dan kan je gewoon door alles heen branden. Kan door alles en iedereen heen, snap je? Dat is heet. Dus dan kan ik gewoon voor iedereen Kentucky Fried Chicken maken en dan kom ik er doorheen. En Mario! Je zou wel veel verwoesten. Nou, verwoesten is groot woord. Ik zou lekker pizza kunnen bakken met mijn vuurkrachten. Gewoon heel veel pizza daar eten gewoon en genieten gewoon op de kartbaan. Als eerst wil ik jou iets vragen dat niet over Mario gaat, want jij doet mee aan het programma De Verraders. Ik vind het heel gaaf dat je meedoet. Hoe is het, je hoeft niks te verklappen, hoe is het om aan zo'n programma mee te doen? Heel intens. Het lijkt, zeg maar, als je het ziet, dan is het wel intens. Maar als je daar consistent 24/7 in zit, nou, je hebt me al zien huilen, dus het is heftig. Maar
Was het ergens ook wel leuk om mee te doen? Ja, het was echt een van de tofste ervaringen ooit. Het was echt heel erg leuk. Ik zou het zo nog een keer doen. Ondanks dat je een keer geld hebt? Ja. Oké, dan gaan we nu naar Mario toe. Heb jij vroeger Mario Games gespeeld? Nog steeds, maar zeker. Vroeger altijd Mario Games gespeeld en nu nog steeds Mario Party, Mario Kart, zeg maar. Welke vond je dan het leukst om te doen? Ik denk Mario Party. Ja. En als je één van die karakters mocht kiezen, welke is dan je favoriet of welke koos je altijd? Daisy. En je bent waarschijnlijk best wel bekend met het Mario Kart spelletje. Daar krijg je allemaal power-ups in. Als je zelf één van de power-ups zou mogen gebruiken in het echte leven, welke zou dit zijn en waarom? Oeh, ja, ik denk gewoon zo'n rode de dingetje. Ja, die rode. Maar dan wel drie natuurlijk, uiteraard drie. Gewoon lekker als iemand vervelend op de weg doet, gewoon kink, want mensen rijden zo langzaam. Als jullie vroeger een spel van Mario speelden, welke vonden jullie het leukste? Ja, we hadden het er net al even over. We denken toch dat we Mario Bros. Wel echt het leukste spel vonden. Ja, wat we hebben gespeeld. Ja, ook omdat je dat in duo kan spelen. Dus dat was heel leuk. Maar ja, Mario Kart was ook echt geweldig. Ja, dat vooral ook achter de Wii gedaan. En zo. En ook op de DS hadden we dan. Ja, het is wel heel leuk allemaal. En als jullie dan een karakter moesten kiezen. Jullie zeiden het al, jullie zijn een beetje in de kleuren van Princess Peach en Daisy. Daisy, ja. Zouden jullie deze karakters dan ook kiezen vaak? Ja, ik denk het wel. En ook vooral als ik dan Mario Kart ging spelen, dan was ik altijd Baby Peach. Want die vond ik zo schattig. Ja, die was ook wel heel cute. Maar ik vind Yoshi ook wel een heel leuk karakter. Ja, ook met dat stemmetje. Yoshi haar. Ja, een beetje zo hoe noem je die? Stekels? Of, ja, is echt over nagedacht. En als jullie zeggen dat jullie Mario Kart ook best wel leuk vinden. Als je één van de power-ups in Mario Kart in het echte leven zou mogen gebruiken, welke zou jullie dan gebruiken? Ik heb een lijstje als jullie ze allemaal even niet meer weten. Zal ik het lijstje erbij pakken? Ja, doe maar even. Nou, ik denk dat ik eigenlijk... Dat gaat over die vierkantjes die je dan krijgt, toch? En dan daardoor... Ja. Ik zou denk ik... Of gaan dus voor die drie paddenstoeltjes waarmee je echt heel snel gaat. Nee, maar er was ook die ster. Of die ster. Want dan ga je dus helemaal licht geven. En dan ga je ook echt super hard voor een hele lange tijd. Ja, en dan glim je ook lekker. Die bom die dan zo... Ja, wat is het? Het is een soort... Ja, die andere aanviel. Nee, ja, die dan ineens heel snel gaat als je als laatste bent. Ja, jij bent ook heel competitief. Ja. Dus jij wil altijd vooraan. Ja, dus dat past ook wel bij jou. Die banaantjes zijn eigenlijk ook wel leuk. Kan je gewoon als je iemand niet leuk vindt, even een banaan en andere. Ja, maar dat kan je ook wel gewoon nu in het echte leven doen. Dus niet heel goed voor het milieu, maar kan wel. Ja. Heb jij vroeger wat Mario Games gespeeld? Mario Kart, zoals iedereen denk ik. Wat ik heel leuk vond, tot ik mijn man ontmoette, die er veel beter in was. En nu vind ik het niet meer zo leuk. Heel vreemd. Dus Mario Kart was ook een van je favoriete games, denk ik? Zeker, ja. En ik heb ook een gameprogramma gepresenteerd, dus ik was best wel diehard fan ook wel. Maar niet zo diehard als hij. Nee. En als je een karakter mocht kiezen in de game, welke was dit eigenlijk? Ik vind die turtle. Weet je hoe die turtle... Ik weet even niet meer hoe die turtle heet. Toad. Toad vind ik... Ja, Toad is mijn favoriet. Maar ik had altijd het gevoel dat hij het snelst was. Dus dat was de reden. En daarna de prinses natuurlijk. Badass. Tuurlijk. Als je een power-up van Mario Kart zou mogen kiezen en deze in het echte leven zou mogen gebruiken, welke zou dit zijn? De bananen, 100%. Waarom dan? Dat is gewoon grappig, toch? Dat je zo'n bananenschil... Wij hebben een keer volgens mij ooit met opnames dat een keer gedaan. Dat we echte bananenschillen gingen gooien. En het voelt wel bevrijdend of zo. I like Mario Kart. Definitely Mario Kart. But I need to confess that I started playing the normal Mario. The normal Mario Bros. The game, the original one. Yeah. Yeah. There back in, I don't know when, but it was very long ago. I would not say anything. And if you would choose a character, which one would be your favorite? I think Mario, definitely. How's it called? Mario and Luigi. Donkey Kong, yeah. Ah, okay. Donkey Kong, man. Because it's like, he's always like pressing and being, you know, the big guy, you know, like he's trying to be the man. And in Mario Kart, you got all different kinds of power-ups. If you had to choose one to pick and use in real life, which one should it be? I've got a list if you don't know every one of them. The ghost. No. The one scares people. The one scares people, yeah, the ghost. That one, no? What? The three turtles. The three turtles. No. The red ones. The red ones, yeah, man. And why? Because it, it's like spinning you around, right? If you take them, then, you know, it's like, I try to make people crazy.
So that's why I picked that one, you know. And you? The ghost. I like the ghost, yeah. Just the scare people. The scare people, yeah. It's fun. Mijn favoriete is een van de eerste. Volgens mij was dat echt iets van 20 jaar geleden. Dat je het nog op de PC moest doen. Dus dat je met de spatiebalk zo tuk tuk tuk. En dan in van die groene balken. En dan weet je wel, die echt oude met waar je al die pixels zo nog ziet. En, favoriet. En in Mario heb je heel veel verschillende soorten karakters. Welke is dan je favoriete? Mario. Mario. Soms bij Mario Kart kies ik wel eens een andere, maar ik ga toch altijd terug naar Mario. Ja. Ik had Peach verwacht vanwege je outfit. Ik weet het. Ik wilde eigenlijk een Mario outfit, maar ik kon gewoon niks bij elkaar vinden wat bij elkaar paste. Blauw en het rode. Ja, dus ik ben toch maar hiervoor gegaan. En in Mario Kart heb je allemaal verschillende soorten power-ups om het spel wat interessanter te maken. Als je een power-up van Mario Kart zou mogen kiezen en in het echte leven zou mogen gebruiken, welke zou dit zijn en waarom? Die raket. Gewoon alles doorheen te gaan. Gelijk overal doorheen, geen complicaties, gewoon gelijk door. Nou, dat waren de interviews. Ik heb zelf net ook de film gezien. Ik vond het echt een geweldige film. Hij is enorm leuk. Er zitten veel dingetjes in wat weer terugkomen uit de games. Zoals muziekjes, power-ups, wat dan ook. En het beetje de boodschap in de film is samen sta je sterker. Dus dat vond ik ook heel erg mooi. Na afloop van de film heb ik ook nog even Joost Bouwhoff. Veel mensen kunnen hem ook wel kennen als Joost Wilt Spellen. Gesproken daar zo. Maar door wat technische problemen was de audio niet zo heel erg lekker van dat stukje. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om deze niet in de video te doen. Waar ik wel heel erg van baal. Want het was echt een enorm leuk gesprek. Dus Joost, als je kijkt, misschien nog een ander interviewtje een keertje doen. Ik heb in ieder geval heel erg gezellig gehad op de première. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal en zet natuurlijk een vette leuke reactie onder de video. Ik zie jullie in de volgende video weer. Doeg!